Bij sommige BMW's is het totaal meer dan de som der delen. En met zo'n fenomeen neem ik je heel graag mee op zo'n prachtige nazomeravond op mijn favoriete stuurmansweggetje in uw binnenvlog nummer 36. Mijn naam is Pieter en welkom terug bij Auto van Eerde voor je wekelijkse vrijdagavond rijpleziermomentje. In onze vlog van vorige week vertelde ik je dat met de groeiende vraag naar 6-cilinder benzine BMW's en het bepaald niet groeiende aanbod de vierde generatie 3-serie cabriolet, de E93, er een is waarvan wij denken dat je minder gaten moet houden. De eerste om wat dat betreft natuurlijk de daad bij het woord te voegen zijn wij zelf. Dus ook de afgelopen week hebben we een hele mooie E93 aan onze collectie toegevoegd. Met een productiedatum in de zomer van 2007 is dit een van de eerst geproduceerde exemplaren van de generatie voorzien van het harde klapdak. En naast de praktische voordelen van dat harde klapdak komt naarmate deze auto's op leeftijd komen ook een ander voordeel naar boven. En dat is dat allerlei leeftijdsgerelateerde problemen die je normaal tegenkomt bij cabrio's voorzien van een linnen dak, bij deze generatie 3 serie natuurlijk niet van toepassing zijn. Net als voor de E89 Z4 generatie met het aluminium dak geldt ook voor die vierde generatie 3 serie cabriolet dat je hem zonder nadenken aan de gracht van Amsterdam kunt parkeren en dat je met het dak gesloten profiteert van hetzelfde klimaat en geluidscomfort als bij een normale coupé. Dankzij de kostbare en ingenieuze kapconstructie die BMW op deze modellen gekozen heeft, hoef je daarvoor echter met het dak geopend niets in te leveren. Je krijgt geen rare, onnodig opgehoogde kont en je krijgt ook een vooruitstijl die mooi ver naar voren staat, zodat je met het dak geopend profiteert van de maximale cabriobeleving. Aangezien deze 325i pas in het voorjaar van 2008 aan de eerste eigenaar werd afgeleverd, zal hij destijds als showroomauto besteld zijn. En daarbij is gekozen voor een behoorlijk ingetogen combinatie van 354 titan zilver metallic met een zwart leren interieur. En degene die de auto besteld heeft was goed op de hoogte, want die wist dat bij de cabrio de raamstijlen en het dak altijd in het zwart bekleed zijn. Dus hij koos ervoor om met de hoogglanzwarte interieur sierlijsten een stemmig en egaal zwart interieur te creëren. Een ander leuk wetenswaardigheidje is dat elke cabrio en coupé van deze generatie al van de modeljaar 2008 update voorzien zijn. Dus bijvoorbeeld de professional navigatie met de voorkeuzetoetsjes die je kunt gebruiken voor het vastleggen van je favoriete radiozenders. Maar bijvoorbeeld ook voor een snelkeuze naar een veelgebruikte navigatiebestemming of een veelgedraaid telefoonnummer. De wielen tot slot zijn de prachtige stijl 189 als 18-inch breed set. Het wiel waarmee deze generatie destijds de folder sierde en op deze auto rondom voorzien van fijne Michelin Pilot Sports, mijn favoriete band. Heb je je 6-cilinder liever in een wat conventionelere carrosserievorm? Kijk dan maar eens eventjes naar deze 330 sedan uit 2005 die we in Duitsland van de eerste eigenaresse inkochten. Soms zijn de keuzes bij de configuratie van een BMW je in één keer duidelijk, maar soms word je ook best wel verrast, zoals in dit geval dus bij een superstoer uitgevoerde 3-serie sedan, voorzien van de sterkste 6-cilinder die toen leverbaar was, in typerend saffierzwart metallic, overzwart leer en een uitermate complete optielijst. Sportstoelen met zwart leer en elektrische stoelverstelling met memory, het affabrieksschuifkanteldak, navigatie professional en hi-fi professional, de elektrisch uitklapbare trekhaak, het elektrische zonnescherm en getint glas vanaf de B-stijl. Christine heeft er bijna geen één gemist. Zullen we nog één zo'n dames BMW doen dan? Want ook de tweede eigenaar van de 325 Cabrio was een dame, net als de tweede eigenaar van deze 523 Touring in hetzelfde 354 Titan Zilver Metallic. De afleverende dealer van deze F11 was Vuurpark München, oftewel de eigen dealercode van BMW AG in München zelf. En dat is iets wat je herkent aan de uitvoering, want die is voor een 523i ongewoon compleet. Zo was bijvoorbeeld de elektrische bediening van de kofferklep na de facelift standaarduitrusting. Voor de facelift is het een tamelijk zeldzame extra. Net als bijvoorbeeld de Comfort Access Keyless Entry lang niet op alle 5 series present is. En op een 523i helemaal zeer zelden gezien is de soft close sluitbekrachtiging. Ook hier is het titan zilver gecombineerd met zwart leren bekleding. En ik wil vooral niet rolbevestigend overkomen, maar moet je eens even kijken naar de conditie van dat leer en bijvoorbeeld hier de vorm in de comfortstoelen. Naast de nodige winterverwennerij in de vorm van de standkachel, verwarmde stoelen voor, achter en een verwarmd stuurwiel, valt verder op dat deze 5-serie is voorzien van een aantal, zeker in die tijd, heel vooruitstrevende rijassistenten, zoals de dode hoekwaarschuwing en de rijbaanassistent. Die dode hoekwaarschuwing maakt gebruik van een sensortje wat je bijvoorbeeld kunt zien naast de behuizing van het zijknipperlicht en waarschuwt je met een ledje in een driehoekje aan de binnenkant van de spiegel
als je op het punt staat van rijbaan te wisselen met een auto naast je. Naast luxe als de head-up display die bij deze generatie van een full color weergave is voorzien, het meest uitgebreide Hi-Fi Professional speakersysteem en de uitgebreide Bluetooth, inclusief de mogelijkheid tot audio streaming, is er nog een rijplezierverhogende optie in de vorm van het 223 EDC onderstel. Die instelbare dempers hebben ook een automatische stand en dat is wat mij betreft degene die je moet selecteren, want dan profiteer je van meer comfort wanneer het kan en een strakker rijgedrag wanneer de situatie erom vraagt. Een vergelijkbare tegenpool als met de 3-series heb ik ook voor de 5-serie hier in ons 475 hoekje staan. Deze 535i sedan was de afgelopen 11 jaar van de eerste eigenaar en naast die moddervette motorisering kenmerkt hij zich door een bijzonder fijne configuratie. Ik vind de combinatie van deze veel voorkomende lakkleur met het oysterleer namelijk een bijzonder fijne, omdat bij dit interieur alleen dat wat je aanraakt met het lichte leer bekleed is, de stoelen en de armleggers. De rest is mooi zwart, de tapijten, de matten en dat zorgt voor een heel fijn contrast. De motor in zo'n 535i is natuurlijk de N55, de tweede generatie 6-cilinder turbomotor met 306 pk. Een motor die wij leren kennen als een hele fijne kostganger, die in dit geval met maar 106.000 km gereden amper is ingereden. De configuratie is conform de F10 heilige 3-eenheid, head-up display, comfortstoelen en een fabrieksschuifkanteldak. Heel prettig en vooral in stijl reizen doe je dan met deze X4 28i M-Sport, die van een Duits directielid van TUI is geweest. De F26 is natuurlijk gebaseerd op de techniek van de F25, de tweede generatie X3. En zoals de X6 ooit gebaseerd was op de X5, gekruist met een coupé, zo is ook deze X4 natuurlijk voorzien van die prachtige schuin aflopende daklijn. Supergoed gekozen kleurcombinatie met het 416 carbon zwart metallic over een sattelbruin leren interieur en de blank aluminium raamlijsten die als detail weer mooi terugkomen in de CNC bewerking van de optionele Stijl 622 19-inch wielset. Een extra sportief accent in de vorm van de M-Sport uitvoering met die heerlijke sportstoelen, prachtige M-Sport stuurwieltje en de zwarte hemelbekleding is daarom goed op zijn plek. En naast die fantastische kleurcombinatie is het overige budget slim besteed aan zaken als de head-up display en het aan fabrieksschuifkanteldak. Omdat de X4 als modelvariant wat later op de markt kwam, is deze altijd al voorzien van bijvoorbeeld die mooie hoogglanszwarte panelen op het dashboard met dat kleine aluminium accentlijstje, wat bij deze auto natuurlijk weer super fijn aansluit op de configuratie aan de buitenkant. Met zoveel lekkers was het deze week echt een hele moeilijke keuze, maar ik heb er toch eentje buiten weten te zetten. Daar neem ik je graag een rondje in mee. Maar ik neem je graag mee voor een ritje in dit fenomeen. Afstandsbedieningssleuteltjes. Portemonnee sleuteltje. Sleutelhanger van de leverende dealer. 15 jaar oude auto. Type 6-cilinder in dit model BMW staat erom bekend dat hij nog wel eens wat wil tikken bij koude start vanwege de volledig verstelbare kop. Daar is nou voor bij dit exemplaar absoluut niks van te merken. Het is natuurlijk fris buiten, maar bij koude start meteen snaarstrak. En het eerste wat opvalt als ik dan zo wegrij met zo'n auto is dat ik de eerste bocht nog iets te hoekig neem. Kom ik een beetje aan de binnenkant uit, want deze BMW is voorzien van de unieke Active Front Steering, BMW's optie 217, de variabele stuurwieloverbrenging, de snelheidsafhankelijke stuurwieloverbrenging. En die zorgt ervoor dat hij bij lage snelheden super direct stuurt, zonder dat hij bij hoge snelheden heel erg overdreven nerveus wordt. Super rijplezierverhogende meerwaarde in zo'n auto. ₹2500. Even snel invoegen is ook geen probleem met deze BMW. Want onder de motorkap ligt een 3 liter 6 in lijn. De krachtigste leverbaar in dit model, maar daar vertel ik je zo meteen meer over. Met 260 pk en dat is echt ruim voldoende. Ik noem deze BMW net een fenomeen. En wat ik daarmee bedoel is dat je soms van die auto's hebt waarbij het geheel meer is dan de som der delen. De motorisering, de uitvoering, de kleurstelling en heel belangrijk natuurlijk
in de leeftijdscategorie zoals wij ze heel graag verkopen, de conditie en historie. En bij deze auto vallen al die puzzelstukjes op een voor mij perfecte manier in elkaar. En daarom heb ik me deze auto ook meegenomen naar mijn favoriete stuurmansweggetje. Prachtig zo in het golden hour met ondergaande zonnetje. Heerlijk lekker sturen met deze BMW. En dat is misschien niet de meest logische plek waar je deze auto zou verwachten. Want een groot deel van de kandidaatkopers die wij voor dit soort auto's hebben, vinden hem aantrekkelijk omdat je er het gezin in kunt vervoeren. Of omdat ze hem fiscaal vriendelijk zakelijk als jongtimer kunnen gaan rijden. Maar het is ook serieus genieten van het rijplezier met deze BMW. En dat komt omdat BMW zich bij deze generatie heel veel moeite heeft gedaan om het gewicht zo laag mogelijk te houden en het gewicht bovendien zo gunstig mogelijk over die auto te verdelen. Als je vaker naar onze video's kijkt, weet je over welke generatie BMW ik het heb. Aluminium motorkap, magnesium wielophangingen, in sommige gevallen zelfs kunststof spatborden. Zo exotisch is het vandaag niet, maar dat voel je terug als je achter het stuur van deze BMW zit. Zeker in combinatie met die active steering, voor een auto van deze omvang, ongelooflijk communicatief en direct stuurgedrag. Heel erg fijn. Het fenomeen waarin ik je heb meegenomen is deze E60 530i, zoals je ziet voorzien van het Affabrique M sportpakket in de exclusief in combinatie daarmee leverbare kleur 416 carbon zwart metallic. Als je een 5-serie sedan met M sportpakket in zo'n bijzondere kleur al niet bijzonder genoeg vindt, dan haalt dit je wel over de streep. Ook deze auto is, net zoals de Touring die ik je vorige week liet zien, er een van de modeljaar 2006 variant. Onder andere te herkennen aan de verbeterde 6-cilinders met in het geval van de 530i 260 pk. Over die bijzondere active front steering die hier schuilt achter dat lekker dikke M-stuurwiel vertelde ik je net al. En wat verder relevant is voor het rijplezier is dat bij die modeljaar 2006 update, oftewel bij de 5-serie voorzien van de bloksleutel, ook de automaat verder verbeterd werd met de verbeterde lock-up werking, waardoor het nog weer wat moderner aanvoelt. Voor het overige is de uitvoering van deze 530i dan weer net niet helemaal stereotyp dikke BMW, want er zijn een aantal bijzondere opties geselecteerd, waaronder bijvoorbeeld de head-up display, in Duitsland onmisbare stoelverwarming en bijvoorbeeld een inklapbare achterbank. Maar bij de bekleding is het gehouden bij de als onderdeel van het M sportpakket leverbare halfleren bekleding met dat prachtige zachte materiaal hier op de wangen, geeft hem toch iets underdog en straalt ook wel een beetje liefhebber uit. Wat die echter zou kunnen ontbreken in de vorm van een aantal cliché opties op de stereotype dikke BMW, maakt die echter ruimschoots goed op het vlak van de conditie. Want je ziet al hier aan het mooie glansje op de bekleding, de middenconsole, alles wat zwart hoort te zijn, mooi zwart. Er is uitermate voorzichtig met deze BMW omgesprongen. De wielen zijn natuurlijk de tijdloze 135 M's die als onderdeel van het M-sportpakket geleverd worden en die mij na al die jaren, net als de strakke vormgeving van die E60 met de kenmerkende opgelegde kofferklep, nog altijd niet vervelen. De raamlijsten zijn zwart, ook als onderdeel van het M-sportpakket. En kijk eens hoe cool, ook ons logootje hierachterop is in hetzelfde zwart uitgevoerd. En daarmee zijn we ook alweer aan het einde van deze nieuwe binnenvlog. Ook voor de volgende week hebben we weer een aantal hele bijzondere liefhebbers BMW's voor je voorbereiding. Wil je nu al weten welke dat kunnen zijn? Kijk dan eens op autovaneerde.nl/verwacht. Wacht je liever tot ik ze je presenteer? Dat kan natuurlijk ook. Volg ons dan op Facebook of YouTube of nog veel beter. Abonneer je op onze nieuwsbrief via onze website. En dan krijg je elke vrijdagavond om 8 uur te zien wat we deze week weer hebben uitgespookt.